Dank u wel, meneer Stoffer. Dan geef ik het woord aan de heer Kuusu van Denk. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. De minister-president en de minister van Volksgezondheid houden Nederland in een wurggreep. De een heeft er een handje van om de boel te besodemieteren en te bedriegen. De ander vond het nodig om anderhalve week geleden als een schoolmeester Nederlanders te bedreigen met straf als ze zich niet zouden houden aan de maatregelen. En tijdens de aangekondigde persconferentie werd een lockdown afgekondigd van 3 weken. Bijna niemand in het land gelooft dat het 3 weken gaat duren, maar goed, de maatregelen gingen de volgende dag al in. Wachten tot het Kamerdebat en instemming van de volksvertegenwoordiging, dat hoefde niet. Voorzitter, ik zeg het nogmaals, Nederland is een coronadictatuur geworden, maar daar houdt het niet op. Omdat de 2G-maatregel niet bij voorbaat kan rekenen op instemming van het parlement, vond de minister van Volksgezondheid het nodig om over de rug van de Tweede Kamer Nederlanders opnieuw te bedreigen. Want als de Tweede Kamer niet instemt met 2G, dan komt er een zwaardere lockdown. En voorzitter, als dat geen tirannie is, dan is dat op zijn minst een valse tegenstelling. Veel Nederlanders vragen zich af, wanneer houdt het op? Wat kunnen wij hier tegen doen? Wanneer wordt Nederland van deze lijdensweg verlost? En dan heb ik het niet eens over het coronavirus zelf, want dat blijft voorlopig nog onder ons. Ik heb het over de coronabeleidsvarianten die Nederland al 1,5 jaar in zijn greep heeft. Elke keer als Nederland denkt dat het einde in zicht is, duikt er weer een nieuwe, heftigere beleidsvariant op. De kwetsbaarsten in de samenleving komen als eerste aan de beurt. Dat zijn de horecaondernemers. En het is gewoon unfair. En ik snap ook heel goed dat deze ondernemers, die al zo hebben moeten lijden, enorm hebben geïnvesteerd in het op een veilige en verantwoorde manier mogelijk maken van hun diensten, nu weer keihard worden gepakt. Het is dan ook niet verwonderlijk, voorzitter, dat het vertrouwen in de overheid is gedaald van 69% naar 29% in 1,5 jaar tijd. En als zelfs handhavers en burgemeesters nu zeggen, bekijk het maar, dan weet je dat er van die 29% ook weinig meer over is. Voorzitter, de meest agressieve variant van het coronabeleid heeft zich inmiddels gemanifesteerd in de kringen rondom dit kabinet, de zogenaamde 2G-variant. Een variant die achter Haagse tekentafels het land ingesmeten werd en die de tweedeling tussen gevaccineerd en niet gevaccineerd nog verder zal vergroten. En terwijl de schuldvraag van deze situatie met oplopende besmettingen door het kabinet wordt gelegd bij niet-gevaccineerden, zou het kabinet bij zichzelf te raden moeten gaan wat er mis is gegaan. Keer op keer is geweigerd om werk te maken van het opschalen van de IC-capaciteit en het beter belonen van het zorgpersoneel. En om het eigen falen te verhullen worden elke keer weer draconische, vrijheidsbeperkende maatregelen genomen. Want hoe kan het zo zijn, voorzitter, dat we vorig jaar rond deze tijd met 0,0% vaccinatiegraad minder besmettingen hadden, terwijl we nu op een vaccinatiegraad zitten van 85%. Hoe kan het dat er vergeleken met 1,5 jaar geleden er minder personeel is op de intensive care? En hoe kan het dat er wel de mogelijkheid bestaat op dit moment dat er 5000 BOA's aangetrokken en opgeleid kunnen worden, maar niet 5000 verpleegkundigen? Dit kabinet, voorzitter, maakt de verkeerde keuzes. Ze zouden er echt goed aan doen om de biezen te pakken. En helemaal omdat deze maatregelen alleen maar worden voorgenomen omdat deze vaccinatiefetischisten mensen met dwang en drang een prikje in hun arm willen zetten. En dat is machtsmisbruik. De nadruk zou wat Denk betreft veel meer moeten liggen op het handhaven van de basismaatregelen en het voorkomen van clusters. Want voorzitter, we moeten niet vergeten dat COVID een clustergedreven infectieziekte is. Richt je op preventiemaatregelen in plaats van gedwongen vaccinatie. Voorzitter, afrondend, het is kwalijk. Het is kwalijk dat we mensen zouden moeten beschermen tegen het coronabeleid en dat dat coronabeleid is verworden tot het probleem waar mensen tegen beschermd moeten worden. Steeds meer
En steeds vaker zie je dat mensen zich gedwongen voelen om zich te laten vaccineren. En vorige week tijdens het debat heb ik al aangekondigd dat mijn fractie het meldpunt vaccinatiedwang in het leven heeft geroepen. En inmiddels kan ik u vertellen, voorzitter, dat er 31.000 individuele meldingen zijn binnengekomen. De minister-president vond vorige week nog tijdens het debat dat het tonen van een coronapas geen controversieel onderwerp zou zijn in de samenleving. Het tegendeel is waar. 31.000 meldingen en 2G is nog niet eens in werking getreden. Ik roep daarom iedereen nogmaals op die zich buitengesloten voelt of zich gedwongen voelt om een prik te nemen, zich te blijven melden bij www.meld.vaccinatiedwang.nl. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kousou.